20ste editie van de Playback Show. Ikzelf heb er al een heel jaar naar uitgekeken. Ik hoop jullie ook. Ja? Ja? En ik ben super blij dat vandaag die day is. Maar een Playback Show kan niet starten zonder onze geweldige jury. Dus stel ik graag aan jullie voor: Schepen van Jeugd en onze juryvoorzitter Aniek Nagels. Applaus! Ex-jeugdraadlid en momenteel een van de overkapmedewerkers hier in pand, Jessica CBP. Ze zijn met twee. De grondlegger van de Playback Show, Rudy. Speciaal voor jullie, ook omdat dit de 20ste editie is, hebben wij een bekende Vlaming uitgenodigd. Speciaal voor jullie, hè? Niet voor ons. Speciaal voor jullie. Ook al hebben wij al een selfie, dat maakt niet uit. En het is... Oeh, ik heb wel evenwichtstoornis. Het is iemand, dat is eigenlijk mijn persoonlijke favoriet, uit een bepaalde serie. Ja, ja. Mag ik een applaus voor de enige echte Madame Carmen? Show van de Genkse speelpleinen 20 jaar te vieren. Want ja, ik zat mij gevraagd in Hollywood, hè, voor een film. Maar eigenlijk niet voor mij. Het was eigenlijk voor mijn boelijke, voor ons neerroken. En die zit nu nog in Hollywood, hè, samen met onze Xavier. Voor de nieuwste film te maken, Finding Nero. Voilà, en ik ben helemaal alleen naar hier gekomen voor jullie, voor in de jury te zitten. Voilà, is dat niet tof? Vind je dat niet leuk? Ja. Ja. Wil je nog iets weten? Ja. Eigenlijk heb je al mijn vragen beantwoord. Huh? Ja, ik heb misschien wel nog één vraag. Een heel belangrijke voor de speelpleinen die gaan meedoen. Je weet dat er altijd hevig wordt gestreden voor de eerste plaats. Ja, dat is normaal, hè? Ja. Misschien zijn er ook een paar monitoren die eventueel iets kunnen regelen tijdens de pauze om de eerste plaats, te winnen. Want je moet punten geven. Misschien dat jij eens kunt regelen. Ah ja, als ze voor mij voor een portoken zorgen, is het goed. Jullie weten het. Graag nog een applaus voor onze jury. Wacht, kom maar mee. Ik zal uw handje... Isabel, ik zei dat hier iemand moest staan. Nee? Ik hou uw hand vast. Doe langs een ander. Kom. Thank you.
Annick. Ja. Annick. Ja. Onze voorzitter, kijk je er een beetje naar uit? Oh, geweldig. Ik zie dat iedereen ook een beetje... We gaan ons wel eens laten horen, hè. Tot een Hasselt. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Annick, heb je misschien al een pronostiekje? Wie je denkt... Nee. Durf ik me niet meer aan wagen. Na 20 jaar. Absoluut niet. Oké, je weet hoe wij wat beoordelen. Ik ga nog even uitleggen dat het zeker belangrijk is voor iedereen die aanwezig is. Wij geven punten op playback. Dus dat zo, hè? Dat je met je mond goed meebeweegt. Lippen, ja. Dus originaliteit. En op het derde, choreografie. Choreografie. Ja. Choreografie. In Genk zeggen ze choreografie. Choreografie. Ja, in Genk hebben we allemaal een hoekje af. En dan tellen wij al die punten af. Daarom dat Carmen ook mocht komen vandaag. Waarom? Omdat wij allemaal een hoekje af. Ah ja. Ja, dat is te zeggen. Bij mij zo niet, hè. Dus wij zetten alles op 10 punten en dan tellen wij dat gewoon op. Zo gaan we het doen. Zo simpel, zeg. Ik stel voor dat we gaan beginnen met onze eerste act. Vorig jaar heeft de Bomhut gewonnen. Wie weet dat nog? Wie was blij? Ja, met Dries. En ik ben blij dat zij vandaag de show mogen openen. Ik ga nog niet te veel over hun act vertellen, omdat ik dan schrik heb dat ik iets ga verklappen wat nog niet mag. Maar ik kan wel zeggen, het is iets heel mooi. Het heeft een mooie betekenis. Zijn jullie klaar? Ja? Dames en heren, een applaus voor de Bomhut! Thank you.
maar gezellig bijstaan. Dat is niks, hè? We mogen een stapje vooruit, maar dan Carmen weet niet. Denk ik toch. Amai, ze is zeg. Ik word hier al direct weggeblazen. Dat hier al direct weggeblazen wordt, hè, met zo'n spetterende openingsshow. Ja, hè? Maar ik mocht nu niks zeggen aan het scherm. Dat was een heel streng. Maar nu dat je bezig bent, moet je fijn doen. Ja, maar ja, zeg, nee, ik vind het geweldig. Hè. Voor, en dat zij dan ook opkomen voor al die andere groepen die nog moeten komen. Dus dat is heel sociaal en toch wel heel lief, vind ik, voor al hun collega's hè, die nog moeten komen. En ja, de Michael Jackson, die kan mij krijgen. Zo. Sammy is er toch een Hollywood, hè? Ja, Sammy is er toch niet bij, hè. Nee, maar ça va, maar zeg, wil je nu nog eens even apart zo die moonwalk doen? Want dat heb ik nu niet goed gezien. De moonwalk, hè? Ja. Ah, oké. Okay. Fantastisch, dan wil ik nog even apart zien voordat ik mijn punten geef. Maar die moet je nu nog niet geven, hè? Dat is top secret, hè? Ja, oké. Okay. Dank u wel voor uw voor uw spontane commentaar. Annick! Nee, nee, het is niet Annick, het is Jessica. Ah ja, Jessica dan, ik heb blijkbaar niks te zeggen. Jessica. Het is allemaal geregeld op de voet. Oké, okay, ja, goed. Goed, ik ben eerst en vooral heel blij dat ik zo ver af zit, want mijn baby zou er rechtstreeks uitgebied worden, denk ik, als ik er tussenin stond. Nee, ik vond het geweldig. Ik hoop, moest er een jongen worden, want dat weten we niet, we weten niet wat het wordt, dat hij zo stoer wordt als de jongens hier op het podium. Maar ik vind toch dat de meisjes in dit gegeven toch de stoerste uit de hoek kwamen. Ik vond het zalig, zeker ook wat Carmen zei, dat jullie de andere speelpleinen betrokken. Dat proberen wij al jaren te doen, te laten zien dat alle speelpleinen één zijn en geen concurrenten. Dat we er hier gewoon een gezellige, fijne avond van maken, waar iedereen gewoon zich goed moet amuseren. En ik vind dat zij een perfect startschot hebben gegeven. Yes, beat it! Mooie commentaar. Bobbes, een vraagje. Volgens mijn berekeningen hebben jullie 2 keer de eerste plaats weggekapt. Je gaat al direct met mijn zin lopen. Wat lief? Ik wou dat ook zeggen. Wat? Dat zijn al 2 keer de eerste plaats, hè, gewoon. Ja, maar dat staat niet in ons een nieuwe scenario, helaas, hè. Helaas, wij nemen soms over, hè. Ja. En Romina, hou je hem vast, hè. Ik wou er gewoon nog aan toevoegen dat de regenboog voor de eerste keer gewonnen heeft in 2000. En ik zou het niet gek vinden als ze dat in 2018 over zouden doen. Dames en heren, een applaus voor de Bobbes! Dat is toch een speciaal kind. Ons volgende speelplein, die gaan eigenlijk een beetje richting het jaar 3031. En waarom 3031? Dat gaat het jaar zijn waar alleen nog vrouwen de macht hebben. Mannen hebben niks meer te zeggen. Mannen hebben eigenlijk dus, die zijn niet meer belangrijk, hè. En ze zien er ook een beetje specialer uit dan wij. En ik heb ook al gezien dat er een paar mensen zo een heel lange tong hebben. Maar ik ga niks zeggen. Een applaus voor Heide Vreugde!
wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Tonight, I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. Staan de witte pakjes. Ja? Kan er iemand daar een antwoord op geven? Waar is de micro? Zo kleren wij ons in de toekomst. Ah, de vrouwen dan? Ja. Wij zijn geen mannen. Wij komen uit het verleden. Wacht, ik zal ook nog even nuttig zijn. Ja, ja, zet dus nuttig op. Ja. Dat is dus onze kledij uit de toekomst. Maar in de toekomst zijn er alleen nog vrouwen. De mannen zijn via onze teletijdmachine uit het verleden teruggekomen. Ah, wel, ik vind dat je goed verdedigd hebt, maar ik vind het iets te weinig sexy. Ja. Dat is voor het volgende dansje. Ah, ja, oké dan. Want ja, allee, ik sta wel achter die vrouwen. Ik moet zeggen, die choreografie vond ik wel heel goed allemaal samen van de vrouwen. Echt waar. Maar ja, die pakjes... Ja, voor mij mochten die toch wat sexier zijn, hoor. Vrienden niet. En ja, de mannen, ja, die stonden erbij en die keken ernaar, hè. Maar, nee. Het was ook heel goed lip-sync en zo, dat was heel goed. Uw solo vond ik prachtig, van Kies. Ja, hè, die mocht er zijn, hè. In ieder geval, je hebt goed je best gedaan. En ik moet zeggen, als geheel, als ensemble... vond ik het een heel mooi ensemblewerk.
Dat is wel zo. Dat kwam heel goed over. Echt waar. Proficiat daarvoor. Ja. Amai, heide vreugde. Ik moet zeggen, ik kreeg gisteren een melding van de politie dat er een aantal emmers verdwenen waren in Boksberg. Ik ben heel blij dat ik hier niet terug op het podium zie staan. Hè, want ik vind dat prachtig in één gestoken. Ik zie ook, ik heb jullie ook wel perfect zien nadoen. Kirstie hadden ook heel veel problemen met hun haren, ja, doe ze maar eens uit het gezicht. Hè. Maar ook de liedzanger, heb je dat gezien hoe die zijn haren aan de kant schoof? Dat was net echt. Ik vind ook, jongens, dat jullie er zoveel mooier uitzien. Ja. Ik stel voor dat je vanaf nu op Heidevreugde dit de dresscode wordt. Zeker voor de mannen zo, dat borsthaar wat daar begint te komen ergens. Ja, een beetje, hè? Ja. En ook die tattoos en zo. Ja, ik vind het heel goed ingeleefd in de rol. Ik moet zeggen, die tong. Waar is die tong? Ja. Ja. Daar worden wij niet goed van, hè? Maar alleszins, Heidevreugde, jullie hebben de lat, net zoals de bom, het weer heel hoog gelegd. And I can't get enough. Proficiat! Heidevreugde! Ahoe! Nog eens. Heidevreugde! Ahoe! Tjus beesten, ahoe. Moesten jullie nog iets zeggen? Hadden jullie nog iets afgesproken? Want anders moest je me even laten weten, hè. Een beetje doordoen? Oké. Okay. En applaus voor Heidevreugde! Rudy, weet jij hoeveel keer zij al de Playback Show hebben gewonnen? Niet meteen hoeveel keer, maar ik weet wel wanneer de eerste keer was. Ja? Wanneer? In 2004. 2004? En weet je ook met welk met nummer? Met een foute mix. Drie keer hebben ze gewonnen. Ja. Ja, drie keer. Met Bad Romance in 2010. En met Mambo No. 5 in 2011. Je zit gewoon onze levende encyclopedie van de Playback Show. Ja, iemand moet dat zijn. Ja, dat is waar. Maar dan kunnen we dat niet vragen, hè. Die heeft al heel veel gepresenteerd, hè? Ja? De Playback Show. Ja, ja. Van 2003 tot 2008 was zij, waar jij nu stond, de leading lady. Ah ja. Toen mag ik slepen. Ah ja. Toen mag ik slepen. Toen was de fun gedaan. Ja. Goed. Volgend speelplein is er helemaal klaar voor, denk ik. Ja? Jullie ook? Ja? Zeker van? Ik zie zo'n beetje twijfel en bibber. Oké. Okay. Goed. Volgend speelplein is Grammel & Co. met Heya! En een
makes up in what makes cool. Love the exception. So why yo? Are we so in denial when we're not happy here? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance.
weekend al beginnen repeteren, want ik engageer jullie voor mee in het koor en mijn backings en zo te zijn. Goed afgesproken? Perfect. Dank je wel. Nu mag de geit zeggen. Wat moet ik nu nog zeggen? Gaat het nog met de baby? Die heeft net 20 salto's achter. Die wordt wakker nu, hè? Ja, dat is fijn van mij. Stem. Ja, maar dat is pijnlijk. Ze gaat ze vervallen, hè? Ja. Zou je wel wat doen, hè? Zeg je dus, Jessica. Als een meisje is mijn Carmen. Ja, vertellen, zalig. Polaroid, nog zaliger. Hé, hey, ja! Komt er nog iets aan? Weinig. Maar uw mimiek, man, zalig, hè? Echt? Allee, vooral als je net naar de jongens kijkt, hè. Heerlijk. Ja, dat kan niet zo. Ik ben 100% voorstander. Voilà. Ja. Goed. Nee, ik vond het echt super. Ik heb het gevoel dat Carmen al zoveel gezegd heeft dat ik... Ik weet het niet meer. Ik weet ook niet meer wat ik moet zeggen. Madame Carmen. Ja. Ik stel voor dat jij nu het applaus vraagt voor Grabbel en Co. Mag ik een ongelooflijk daverend geweldig applaus voor Grabbel en Co? Dank u wel. U mag nu van het podium gaan en de volgende mag nu komen. De punten zullen nu gegeven worden. Madame Carmen, ja. Wilt jij nu ook iemand naar voren roepen? Ja. Wat doet jij ook eens? Ik mocht zelf ook wel eens iets doen, hè, zeg? Presentator. Trisse. Ja. Dat is allemaal hetzelfde. Ik wil Claudia naar voren roepen van Mushi. Claudia. Waar is Claudia? Beloofd. Maar wat moet dan Carmen van plan is, dat weet ik niet. Kom maar eens. Een applausje voor Claudia. En de reden, mag ik u een handje geven? Oh, graag gedaan. Zo, jij mocht hier gaan staan. De reden waarom ik haar hier naar voren roep, ja, dat zult je zelf ook wel weten, hè? Zeg je dus. En vandaag jarig, leuk. Oh. Mogen wij ook weten hoe oud? Ja, vraag ik niet. 30. 30 jaar? Dat zou je niet zeggen. Ik stel voor dat we wel even een liedje zingen. Hè? Want ze is speciaal naar hier gekomen. Ah, oké. Okay. Madame Carmen, lang zal ze leven. 3, 2, 1. Lang zal ze leven. Ja, Mushi, die hebben zo typisch Mushi-dansjes. Ik kan er eigenlijk niet veel over zeggen, maar dat is zo typisch Mushi. En dat heeft gewoon, ik weet niet hoeveel power, hoeveel energie. Ja, ik vind dat geweldig. En ik denk dat jullie het ook geweldig gaan vinden. Mag ik een applausje voor Mushi? Level up, 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 level up
want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Them old mistakes are gone, I won't do them no more. That's old news, that's new news, I done did that before. I turn nothing to something, my comeback on 100. Less talking, more action, you just gon' see coming. I just keep elevating, no losses, just upgrading. My lessons made blessings, I turn that into money. They gotta never settle, this view is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Oh, you can talk all you want. See me, I stay prayed up, nothing I'm afraid of. And I can have it all. 5, 4, 3, 2, 1, let go! Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. They friends get dropped like way. Team love don't want no hate. I'm grinding, I'm shining. Up, up, I'm on my way. They gotta never settle, this view is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Oh, you can talk all you want. See me, I stay prayed up, nothing I'm afraid of. And I can have it all. 5, 4, 3, 2, 1, let go! Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. All this sauce so level, on another level. Elevate your level, let, let, let. There's no one on it, nah, nah, nah. Yeah. All this sounds so level, on another level. Elevate your level, let, 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 level. Graduate your level, there's no one on it, nah, nah, nah. Yeah. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sounds so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Ja, maar ze heeft al gezegd wat ik wou zeggen. Ja, dit is... Je voelt die sappen af. Ja, dat spat er zo vanaf. Zo, hè. Ja, sorry, maar ik heb niet naar die gast in het midden gekeken. En ook niet naar de heren op de achtergrond. Maar de voorgrond was toch gezien? Ja, ik kan het. Ze mogen er zijn, hè. Mushi, dat is Mushi. Alleen over al die 20 jaar heen is dat Mushi. Voilà. En ik had niks anders van jullie verwacht als weer een top choreografie en een top prestatie. Proficiat, Mushi. Ze weten waarom dat Mushi is. De naam alleen al, Mushi, 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 Mushi. Dat komt daarvan. Je moet maar eens vragen aan hen van waar die naam komt. De propere versie en de niet-propere versie. Volgens mij moet je aan een bouwstad vragen. Ja. Rudy, ik heb wel gekeken naar de jongens van achter. En ik moet zeggen, ik wil ze eens naar voren vragen. Ja. Maar muziek had niet meer op kunnen, zeker? Omdat, hoe die met hun benen, heb je dat gezien? Toen die met hun benen begonnen te bewegen. Meestal is het zo, te bewegen. Meestal is het zo dat bij die dance act, dat die bij die dance act de vrouwen meestal wel beter zijn dan de mannen. Maar hier niet, hè. We gaan het laten zien, hè, jongens. Samen met de meisjes, hè. Want dan gaat het een punt bij krijgen, hè. 3, 2, 1.
En ik moet zeggen, na dresscodes ben ik hier toch wel wat te leren. Carmen, uw outfit mag je zijn. Ja. Ik vind vooral de transgender helemaal. Ja. Weet je waarom? Omdat je dan ook met dat borsthaar ziet. Ziet je? En... Nee, dat slip je. Dat slip je ook. Maar vooral ook die rode botten. Geef toe, die rode botten van haar. Ja, maar ik heb het over de transgender. Ja, ik weet het. Ik wist wel iemand anders misschien. Ja. Nee. Ik vind gewoon die botten, als je dan nog bij die transgender zet. En dan nog Rana. De... Ja, ik ga Rana vanaf nu anders bekijken. Ja, zo sexy, met die sexy schoenen ook. Ik moet zeggen, je weet hier, in Genk zijn wij mee met de laatste modes. Hè. Dat is nu ook weer bewezen. Ik dacht dat dat wel later kwam elke keer. Moesje, we waren geweldig! Proficiat! Snel geld opraken. Als je nog extra subsidies wilt, daar zit de juiste persoon, hè. Wat zei ze? Goed, dan denk ik dat we het eerste deel een beetje gaan kunnen afronden. Alle speelpleinen zijn aan bod gekomen. Een half uurtje ongeveer en dan zijn we terug met deel 2. Tot zelfs.